Zal ik gewoon zo de video doen? Vogel in de tuin. Ja, laat ze lekker. Altijd die verdurie vogel zo. Zoals een huisduif. Welkom bij een nieuwe video. En morgen is het moederdag. Dus daarom weer een video met mijn moedertje. En mijn moeder kunnen jullie wel kennen van de vorige video. Over ouders die helpen bij het kiezen van je studie. Who knows each other better tag-achtig iets. Ik heb een paar vragen bedacht. Mama heeft een paar vragen bedacht. En dan gaan we die elkaar stellen. En dan degene die het juiste antwoord geeft, die krijgt een punt. Degene die niet het juiste antwoord geeft, die krijgt geen punt. Degene die de meeste punten heeft, is de winnaar. Oké, wat wil je? Steen, papier, schaar. Wat is dat? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ken je dat niet? Oh, hoe ken je dat niet? Steen, papier, schaar. Oh, jij gewonnen. Jij gewonnen, oké. Ja, mama heeft alle blaadjes op een klapblokje. Gewoon lekker ouderwets. En ik heb ze gewoon lekker op mijn telefoontje. Vraag 1. Wat zijn mijn voornamen? Even kijken, ik weet wel dat je er 3 hebt. Oh, 4. Gertrida. Anna. Nee, dat is Oriënt. Frederica. Oh ja, Gertrida, Frederica. Ik weet eindelijk alleen Gertrida. Voor de rest weet ik dat niet. Je hebt gewoon die oude namen. Ja. Oké, nou geen punt. Oké, mijn eerste vraag. Ja. Wat is mijn grootste angst? Jouw grootste angst is... Ik weet 2 angsten van jou. Oké. 1, angst voor kikkers. Nee, dat is geen angst. Toen was ik 6 of zo. Toen vond ik kikkers gewoon eng. Nu niet meer. Nou, je eerste angst was je angst voor mieren. Ja, maar toen was ik 3 jaar. En nu. Een andere angst van nu is angst om te falen. Ja, maar ik heb geen faalangst. Nee, dat niet. Oké. Nou. Volgende vraag. Wat wilde ik vroeger graag worden? Oh wacht, dat weet ik wilde ik trouwens. Wat wilde ik later worden als ik groot was? Heeft het te maken met apotheekassistent? Nee joh. Oh. Ja, weet ik veel. Ik weet het wel, maar ik kom er nu niet op. Je hebt het wel een keer verteld. Zal ik het zeggen? Nee, wacht. Ja, oké. Ik weet het niet. Tandarts. Oh ja, dat wist ik. Wat? Deze moet je wel weten. Deze heb ik echt heel vaak tegen je verteld. Wat is mijn favoriete film? The Lion King. Nee, nee jongen. Een serieuze film. Zijn er welke acteur erin zit? Will Smith. Waar hij de vader speelt met zijn zoontje? Nee, dat is ook een leuk film, maar dat is niet mijn favoriet. Die heb ik pas laatst voor het eerst gekeken. Oh, met dat konijn. Met die haas. Jij bedoelt Looney Tunes, dat is Michael Jordan. Ik weet het niet. Weet je, Hancock. Welke sport vond ik vroeger het leukste? Ja, zwemmen. Ja. Oké. Oké. 1-1. Puntje. Noem 2 van de bijnamen die ik zeg maar tot nu toe heb gehad. Sofa. Ja, en? En Sof, denk ik. Ja, 2. Van welke soort muziek hield ik vroeger het meest? Je zat wel eens bij die rebelse kant. Want je vond die hippie muziek vond je ook niet leuk. Dat heb ik een keer tegen mij verteld. Ik zei echt een hekel aan had aan die hippies. Dus dat is het ook niet. Och, dat Duitse liedje. Over die ballonnen. Ja. Dat soort muziek. Maar ik weet niet, wat voor muziek? Dat pop of zo? Of soort van? Nou, een beetje new wave. Ja. New wave. Maar Soul vond ik ook heel leuk. Oh, echt? Ja. Halfpuntje. Een halfpuntje. Deze ga je denk ik echt niet weten. Hoeveel paar schoenen heb ik? Ik schat 15. Nee, niet zoveel. 12. Nee, wel 15. Oh. Oh, dat wil ik echt. Ik wil graag een kamer. Dus maar gewoon de hele muur. Gewoon van die rekken. Dus het gewoon helemaal voor mijn schoenen. Ook een halfpuntje. Halfpuntje. Wat was mijn favoriete bezigheid toen ik studeerde? Naast het studeren natuurlijk. Gewoon chillen met al je vriendinnen. Ja. Uitgaan, ja. Nou, dat is dus een puntje. Nu komt mijn cellfoon. Wat is dan mijn favoriete woonplek? Amsterdam of Nijkerk? Die is heel makkelijk. Ja, eigenlijk wel. Amsterdam. Ja. Nou, kijk, Amsterdam is wel heel chill, want Amsterdam is gewoon een leuke stad. En ja, ik weet niet, ik kom dicht bij school. Nijkerk is leuk, want hier kan ik gewoon met jullie chillen en zo. En zit het hele huis om te eten. Dat is fijn. Ja. Ik heb nog één leuke vraag. Wat was jouw favoriete liedje toen je peuter was? Nou, ik weet wel dat jij altijd dat ik het heel leuk vond als jij ging zingen. Eentje klein ging. Die grote wereld in. Die vond ik heel leuk. Ja. Is er nog een andere? Echt? Was die het ook? Ja, die was het. Puntje. Maar deze weet ik zelf ook niet helemaal zeker. Hoe oud was ik toen ik voor het eerst scheldwoord ging gebruiken? 4, denk ik. 4? Ik had 10. Maar ja.
Toen je naar school ging, toen leerde je meteen allerlei woorden waarvan we zeiden, nou die willen we thuis niet horen. Ja, tuurlijk. Oké, nou dat is gewoon een extra beetje voor, dat is geen punt of zo. Want ik is het zelf ook niet. Maar het was wel leuk iets. Het waren eigenlijk allemaal vragen, dus ik weet niet of die heeft gewonnen. Maakt niet uit. Het was niet hartstikke gezellig. Wil je nog iets zeggen? Voor alle moeders die kijken, fijne moederdag morgen. Morgen. Oh ja. En lekker ontbijtje op bed. Hop. Ik wil graag mama bedanken voor het zijn in deze video. En voor de video van vorige week. Die gaat over op jezelf wonen. Kan je even op mijn moeders gezicht klikken. Hier. En voor de video van gisteren van Joey kan je even hier klikken op mijn gezicht. En om te abonneren, waar kan je klikken? Gewoon hier midden. Ja? Gewoon hier. Ja, oké, okay, de telefoon gaat, dus we gaan nu. Doei!